De grid is klaar voor de race morgen. Maar voordat we gaan, willen we onszelf herinneren aan onze top 3. En die is Tsunoda, Markelov en Nobuharu Matsushita. Het is nu tijd om te gaan, maar morgen zijn we weer terug met de hoofdrace. Welkom allemaal bij het Formule 2 Wereldkampioenschap van 2020. Een nieuw seizoen en een nieuwe opstelling van coureurs die allemaal geschiedenis willen schrijven in de motorsport. Het is geen race om de beste techniek, want iedereen heeft een baan van 5,2 kilometer. Er zijn veel mogelijkheden om in te halen in die 15 bochten. Deze baan staat erom bekend heel wat achterbanden te vreten. Dus let op hoe deze jonge coureurs omgaan met hun rubber. Dat zou uiteindelijk wel eens kunnen bepalen wie hier als winnaar uit de bus komt. Davide, je bent drievoudig winnaar op deze baan. Volgens mij in 2012, toch? Hoe is het je gelukt om je banden het een hele race vol te laten houden? Ze slijten zo snel hier. De sleutel tot de race is een goede start. Zodat je een goede positie krijgt. Dan de banden zoveel mogelijk sparen en er op het einde tegenaan gaan. We zijn bijna klaar voor het begin van de race van vandaag. Maar laten we nu even de grid bekijken. Yuki Tsunoda neemt plaats op pole position. En het is Artem Markelov op P2. En op de rest van de grid hebben we Matsushita, Tiktum, Callum Ilott en Drugovic, Daruvala, Armstrong, Schumacher, Luca Giotto, Lungard, Schwartzman, Pedro Piquet en Zhou, Sato, Alesi, Aitken en Guilherme Samaya, Mazepin en Louis Delatras, Nissani en Sean Gallel maakt de grid compleet. En nu is het tijd om naar de baan te gaan. Release.
Fantastic. It's a brilliant result. Well done. Een geweldige overwinning voor het team van Carlin vandaag. Vertel eens, Davide, wat was de sleutel tot dit succes? Hoewel Formule 2-auto's allemaal dezelfde specificaties hebben, zag die van de winnaar er gewoon net iets beter uit. Het is een combinatie van die banden op een hogere temperatuur krijgen en omgaan met die omstandigheden op de baan. Het zag er zo gemakkelijk uit, hè? Zoals we kunnen zien is het tijd voor het podium. En dat betekent veel voor dit team. En nu is zien waar elke coureur komt te staan. Het is een goed resultaat voor Yuki Tsunoda, die zijn voorsprong aan kop van het kampioenschap uitbreidt. Eens kijken, Davide van Secchi. Wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Laten we het Marino Sato gunnen. Hij reed van begin tot eind op hoog niveau. Daar mag hij best trots op zijn. En nu is zien waar de teams komen te staan. Carlin is verder gestegen. De officiële coureur van de dag heeft ook fantastisch werk geleverd. Maar ik moet met mijn hart stemmen. En vandaag moet ik een andere richting opgaan. Na al dit drama hoop ik alsnog dat je er de volgende race gewoon weer bij bent. Take care en tot ziens. Welkom allemaal bij het Formule 2 Wereldkampioenschap van 2020. Een nieuw seizoen en een nieuwe opstelling van coureurs die allemaal geschiedenis willen schrijven in de motorsport. Het is geen race om de beste techniek, want iedereen rijdt in dezelfde auto. Wie heeft het in zich om de titel Formule 2 Wereldkampioen te pakken? We zijn aan het wachten op weer een lang verwachte Formule 2 race. Bij mij zit Davide van Secchi. Davide, als voormalig Grand Prix 2-kampioen kun je ons vast wel vertellen wat er door de hoofden van deze jonge coureurs heen gaat terwijl ze zich opstellen op de grid. Ciao Alex, het was mij een plezier hier te zijn. Er komt een spannende tijd aan, daar is geen twijfel over mogelijk. Mentale kracht is de sleutel om kalm te blijven en om je te concentreren op de aankomende race. Het gaat er hard aan toe tijdens de Formule 2 en alle coureurs weten dat ze het elkaar de hele weg moeilijk moeten maken. In deze sport moet je je zenuwen echt onder controle houden.
was een geweldige race. En Carlin moest zich vandaag losmaken van de top om de winst te pakken. Davide van Secchi, ik vraag me af wat hen van de concurrenten te onderscheiden. Het verschil zat hem in de strategie. Complimenten voor de coureur. Maar races zoals deze laten wederom zien dat dit echt een teamsport is. Er is veel gaande in de pit om elke stop optimaal te benutten. En de banden zo goed mogelijk te gebruiken. Dat gezegd hebbende zou dat niets betekenen zonder vaardige handen aan het stuur. En daar zijn ze dan, de winnaars van vandaag. Carlin heeft de grootste namen van de Formule 1 tot dusver ten tonele gebracht. En laat wederom zien dat ze goed zijn in het werven van nieuw talent. Er is geen twijfel over mogelijk dat de winnaars een glorieuze toekomst staat te wachten. En dat verdienen ze na de prestatie van vandaag. Nu is het tijd om te zien hoe dit resultaat effect heeft op de kampioenschappen. Het is een goed resultaat voor Yuki Tsunoda, die zijn voorsprong aan kop van het kampioenschap uitbreidt. En Davide van Secchi, wat vind jij? Hele race geconcentreerd en dat heeft zich uitbetaald met het resultaat. Op naar de teams. Carlin is verder gestegen. Na al die spanning is het tijd om weer even bij te komen. Fijn dat je er weer was en tot de volgende Formule 2.